Omdat protestantse ketters halverwege de 16e eeuw in de Nederlanden streng vervolgd werden, hielden deze gelovigen geheime kerkdiensten in de open lucht. De eerste hagepreek van Nederland vond in 1566 in de Zeeuwse duinen plaats, bij Dishoek. Kijk, hier moet het ongeveer geweest zijn. Hier zal de eerste hagepreek in de noordelijke Nederlanden gehouden zijn op 30 juni 1566. Het was de eerste in een reeks van massaal bijgewoonde openluchtbijeenkomsten op Walcheren en op Schouwen. Nog maar 50 jaar eerder had Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deuren van de kerk in Wittenberg gespijkerd. Zijn kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk leidde tot de Reformatie en uiteindelijk tot de opkomst van het protestantisme in Europa. Zeeland kwam al vroeg met deze nieuwe leer in aanraking door de Deense en protestantse koning Christiaan II, die vanaf 1523 verscheidene keren op Walcheren verbleef. Hij was naar Nederland gekomen omdat hij hoopte hier de steun te krijgen van zijn zwager Karel V om zijn troon weer te heroveren. In diezelfde tijd heeft hij een paar keer Luther bezocht in het Duitse Wittenberg en hij was enthousiast over zijn denkbeelden. Hij hield die denkbeelden ook niet voor zich, hij sprak daarover met iedereen. En op die manier zijn heel wat mensen op Walcheren met de nieuwe leer in aanraking gekomen. De echte geloofsvervolging brak aan toen Filips II Zeeland in 1559 bezocht en een hard optreden tegen deze protestantse ketters eiste. Vanaf dat moment werd het nieuwe geloof fel bestreden. Aanhangers werden opgepakt en in die periode werden in Zeeland zelfs 54 gevallen veroordeeld tot de doodstraf. Al voor 1566 werden hier en daar heimelijke bijeenkomsten in de open lucht gehouden, hoewel dat strikt verboden was. In de zomer van 1566 begon er iets nieuws. De geheime bijeenkomsten werden vervangen door openbare preken die massaal werden bijgewoond. Op 30 juni van dat jaar vond in de duinen bij Dishoek de eerste grote hagepreek in de noordelijke Nederlanden plaats. Vanuit voornamelijk de steden van Walcheren kwamen daar zo'n 300 gelovigen op af. Er stonden bijvoorbeeld wachtposten bij de duinpaden om de mensen de weg te wijzen. En dan zeiden ze, hier zal u het woord Gods terecht gepredikt worden, ga dien pad op. En inderdaad, als ze dan in die duinvallei aankwamen, dan hoorden ze de mensen overluid, zo staat het in het verslag, hoorden ze overluid zingen. Want goed is Doppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Na het zingen nam Adriaan Aubry het woord. Dat was dus de predikant van Veren, een schoenmaker. En de gemeente luisterde aandachtig, zong nog een psalm en toen gingen ze weer allemaal naar huis. Dat was ook op tijd, want daarna, kort daarna kwam het arrestatieteam en die heeft niemand meer aangetroffen. In de weken hierna werden in Zeeland en in de rest van de Nederlanden nog meer en steeds drukker bezochte hagepreken gehouden. Toen de zomer van 1566 op zijn eind liep, begon in Vlaanderen de beeldenstorm. Protestanten namen katholieke kerken over en verwijderden daar de altaren en beelden. 12 dagen later moesten ook de eerste kerkgebouwen in Middelburg eraan geloven. En al snel werden ook op de rest van Walcheren kerken door vastberaden protestanten bezocht. De beeldenstorm in Zeeland is een goed georganiseerde actie. Kerkraden hadden een reglement opgesteld waaraan iedereen zich moest houden. Er mocht niet geplunderd worden. Het doel was om de kerk geschikt te maken voor de eredienst. Want men wist wel dat het najaar aankwam en dat het dan niet meer mogelijk zou zijn om kerkdiensten in de open lucht te houden. Daarvoor waren kerkgebouwen nodig. Dus men trachtte die zich te verschaffen. En daartoe moesten beelden en altaren verdwijnen. Aanvankelijk hield de kerkenraad zijn greep op de gebeurtenissen. Maar na verloop van uren verloren ze de controle en won de blinde verdeelzucht.
Hoe dan ook, het katholieke gezag werd op veel plaatsen omvergeworpen en in een aantal Zeeuwse kerken werden vanaf dat moment protestantse diensten gehouden. Daarop stuurde Philips II, de hertog van Alva, naar de Nederlanden om het gezag met militair geweld te herstellen. Maar daarmee groeide ook de onvrede onder diegenen die nog niet zozeer bij de kerkhervormingen betrokken waren. En bij de lokale adel, waarvan de macht nu ingeperkt werd. En daarmee begon in feite de opstand, ook wel bekend als de 80-jarige oorlog, waarin Zeeland een belangrijke rol zou spelen. Het verzet tegen de vervolging van protestanten leidde in Zeeland tot de beeldenstorm op Walcheren en daarvoor al tot kerkdiensten in de open lucht. De allereerste was de Hagenpreek bij Dishoek.